Dit is een bespreking van Enees, boek 1, regel 283 tot 296. Jupiter is bezig tegenover zijn dochter Venus met een voorspelling over de toekomst van de Romeinen. In het onmiddellijk voorafgaande heeft hij gezegd dat zelfs Juno de afstammelingen van de Trojanen, de Romeinen namelijk, zal liefhebben. Sic placitum, zegt Jupiter. Jupiter die sluit zijn voorspelling af. Sic is zo, placitum is het PPP van plakeren, zo is het bevallen. Je moet est aanvullen. Zo is er besloten door het noodlot, heeft Jupiter in het voorafgaande gezegd. Komen zal Venië, het onderwerp is aetas, de tijd zal komen. Daartussenin een ablativus absolutus, lustris labentibus. Lustrum, dat is een periode van 5 jaar. Een lustrum noemen wij dat nog steeds. En labi deponens is glijden. In het glijden van de lustra. Ik heb maar jaren vertaald. Dus de tijd zal komen. Cum met de indicatives premet. Wanneer zal drukken, zal onderdrukken. Onderwerp is domus Assaraci. Het huis van Assaracus. Assaracus, dat is de grootvader van Aeneas' vader Anchises. Dus met domus Assaracus, Assaraci, worden de Trojanen bedoeld. De tijd zal komen wanneer dat huis van Assaracus zal onderdrukken. Twee leidende voorwerpen, Ftiam clarasque Mycenas. Ftia is het thuisland van Achilles. En Mycene is de thuisstad van Agamemnon, dus twee van de belangrijke Grieken in de Trojaanse oorlog. De tijd zal komen, zegt Jupiter, wanneer de Trojanen de Grieken zullen onderdrukken servitio met slavernij. En wanneer dominabitur, dat is een deponens, wanneer zal overheersen, onderwerp nog steeds dat huis van Assaracus, wanneer het huis van Assaracus zal overheersen, in het overwonnen Argos. Argos is ook een Griekse stad. Nasketur, geboren zal worden, onderwerp Trojanus Caesar in Hyperbaton. Een Trojaanse Caesar zal geboren worden, van afkomst van een pulchra-origine, van een mooie afkomst. Hij zal afstammen van Aeneas' zoon Iulus. Daarom wordt hij ook twee regels verderop Julius genoemd. Bedoeld is uiteraard Octavianus Augustus, de eerste Romeinse keizer. Die zal geboren worden. En dan in deze regel is qui, moeten wij vooraan vertalen, die begrenst. De conjunctivus geeft een soort definitie aan. Dus Caesar die begrenst. Zijn imperium, zijn rijk met de oceaan en zijn fama, zijn roem, astris met de sterren. Goed voorbeeld van parallelisme. Julius heet hij dus. Een nomen, een naam, demissum, afgeleid van, dat van, dat staat daar, a, afgeleid van de grote Julius. Dat zei ik al, dat is dus Aeneas' zoon. Hem, dus die Augustus, toe, jij, dat is Venus nog steeds, die zul jij ooit ontvangen. Dus hem zul jij ooit, Olim, ontvangen. Beladen, congrueert met hoenk. Beladen met buit, spolia van het oosten, staat er letterlijk. Zal wel slaan op de overwinning bij Axium. Hem zul jij eens, Kylo, in de hemel ontvangen. Beladen met buit van het oosten. En dat zul je, zegt Jupiter, Secura doen. Secura congrueert dus met toe, zonder zorgen, onbezorgd. Daar zit het woord cura, zorgen in. C betekent hetzelfde als sine, dus zonder. Hic quoque, ook hij, hic nog steeds Augustus, ook hij zal aangeroepen worden, vocabitur, met gebeden of in gebeden. Ook hij, zegt Jupiter hier, dus Augustus, zal vergoddelijkt worden. Net als Aeneas en Romulus voor hem. Aspera congrueert met saecula, ruwe eeuwen. Die zullen dan, toen, die zullen dan zacht worden. Positis
bellies, nog een ablativus absolutus, met oorlogen neergelegd zijnde, nadat oorlogen beëindigd zijn, zullen de ruwe eeuwen, dat slaat natuurlijk op de burgeroorlogen van de eerste eeuw voor Christus, die zullen dan zacht worden. Cana Fides, de grijze Fides, de godin van de trouw, de grijze trouw, en Vesta, de godin van het ronde tempeltje op het Forum Romanum met het eeuwige vuur, weet je wel. De grijze Fides en Vesta en Quirinus, dat is de goddelijke naam van Romulus, cum fratre Remo met zijn broer Remus, die zullen daren, die zullen geven, dabunt jura. Jura vind je in het woordenboek bij jus, juris is de genitivus. Het is onzijdig, hier de accusativus meervoud, die zullen recht geven. Ik heb vertaald recht spreken. Dat dierai dat congrueert met portai, de vreselijke huiveringwekkende poorten, belli, van de oorlog. Die claudentur, die zullen gesloten worden met ijzer ferro et compagibus artis. Een compages, dat is een voeg. Het is daar vertaald met strakke voegen. Artus betekent strak of nauw. Komt hier dus niet van ars artis, kunst. Die poorten van de tempel van de oorlog, die zullen gesloten worden met ijzer en nauwe voegen. Er is geen oorlog meer, betekent dat natuurlijk. Furor. Dan eindigt Jupiter zijn voorspelling met een fraai beeld van de in die tempel opgesloten furor. Weer een personificatie, de waanzin. De impius furor, de goddeloze waanzin, binnen, dus in die tempel. Zittend, sedens, saiva super arma, bovenop zijn vrede wapens, opvallende alliteratie, saiva sedens super arma. Je hoort die furor als het ware sissen van woede dat hij geen oorlog meer kan voeren. En die furor die zit daar vinctus, geboeid met 100 bronzen knopen, nodi, zo hoort het bij elkaar. En gebonden met 100 bronzen knopen, post tergum, achter zijn rug. Fremet zal hij brullen, zal hij roepen met bebloede, cruento, oren, mond. En dat doet hij horridus. Horridus congrueert met het onderwerp, dus furor. Een fraai beeld waarmee Jupiter zijn voorspelling eindigt. Er zal een tijd geen oorlog meer zijn na de dood van Augustus of met het aan de macht komen van Augustus. Wij kennen dat als de Pax Augusta.